Nee, we hebben maar één trainer bij de microfoon, Lucas Hoekman. De winnende trainer vanmiddag, want Nunspeet wint de wedstrijd hier vanmiddag. De derby tegen hier met 3-1. Ja, Lucas, allereerst gefeliciteerd. Maar het is een wedstrijd, als we kijken naar de eerste helft, die maar niet op gang wilde komen. Nou ja, derby's zijn nooit heel goed qua voetbal natuurlijk. Maar ik denk dat wij inderdaad... Oh, daar is de collega trainer ook. Dan wachten we nog even twee tellen. Ja, ja, want wat was de vraag? Dan hoort hij de vraag. Die komt er ook eventjes bij. Ja, ja. Hi. Jaap de Vries, welkom ook hierbij. Ik zeg net tegen Lucas, we hebben vanmiddag naar een wedstrijd zitten kijken. Met name de eerste helft, die maar niet op gang wilde komen. Ja, misschien is dat wel waar. Er waren weinig kansen van beide kanten. Ik vond wel dat er werd gestreden, zeker door ons. Hè, want wij denk toch een mindere ploeg als Nunspeet. Dus ik vond dat wij al redelijk in de wedstrijd zaten. Alleen helaas geen grote kansen kunnen creëren. En dat deed Nunspeet volgens mij ook niet. Ze hebben één bal op de paal gehad uit een doodspelmoment. En daar waren ze echt ook het gevaarlijkste mee in de eerste helft. En voor het publiek misschien is het een leuke wedstrijd de eerste helft. Maar ik was er wel tevreden mee. Lucas, ik vond Nunspeet heel erg onrustig spelen de eerste helft. Nee, aan de bal was het zeker niet goed. Maar er was inderdaad wel strijd, wat collega De Vries ook zegt. En wat je vaak bij derbies ook ziet. Verdedigend gaven we ook niks weg. Dat is altijd wel belangrijk natuurlijk. Dus we konden het in de rust een beetje bijsturen. En dat pakt er beter uit. Ja, nog even kijken naar de opstelling. Een aantal plaatsen dat je veranderingen hebt aangebracht ten opzichte van vorige week. Ja, maar dat kun je ook over vorige week zeggen. Hè. Toen waren we ook veranderingen aangebracht. We waren min of meer nu weer een beetje terug voorin in de gebruikelijke formatie. En verder aan de bal van achteruit was het ook over in de tweede helft niet goed genoeg nog. Ja, wat heb je in de rust tegen de jongens gezegd? Nou, dat we in ieder geval aanvallend meer moesten spreiden. Meer links, meer rechts openen. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, want je vond dat het te veel over rechts ging, hè? Ja, het was te veel één richtingsverkeer rechterkant. En dan speel je eigen rechtsrechterspits ook helemaal plat uit de wedstrijd, hoor. Ja, wat heb jij gezegd in de rust tegen de jongens om deze wedstrijd toch wat open te breken? Nou ja, ik heb gezegd dat ik verwachtte dat wij als we dit zouden volhouden, dat wij ook toch wel meer kansen zouden krijgen, meer ruimte. En daar moesten we gaan van profiteren. Maar ja, goed, zover is het helaas niet gekomen. Nee, want in 2 minuten tijd is de wedstrijd van 0-0 naar 2-0, Lucas. Nou, je ziet het vaak, hè. Je maakt een goal en de tegenstander is nog aan het herstellen van die tik. En dan moet ik een beetje geluk hebben. En dan die tweede werd prima uitgespeeld. Goed druk zetten, bal veroverd, omschakeling, doelpunt. Ja, dat was prima. Ja, we zagen hier toch zeker in de eerste helft ook best voetballend iets op touw proberen te zetten. In de tweede helft werd het lastiger, hè, omdat je toen echt moest komen. Ja, goed, we weten waar ons probleem ligt, en dat is met name voorin. Wij creëren moeilijke kansen, laat staan dat we doelpunten maken. Ja, en je ziet als wij een goal tegenkrijgen, dat wij dan meteen de kopjes naar beneden krijgen. En dan zie je ook gewoon dat de organisatie even weg is. Nou, daar profiteerde Lucas goed van met zijn team. Wij hebben nog wel een hele grote kans op 2-1 te maken. Dan is er misschien nog wel weer hoop. He, maar die bal die rolt zo langs die paal heen. En dat is denk ik ook een beetje wat we al weken zien, dat we gewoon moeilijk scoren. En ja, goed, dan maken ze de 3-0. En had misschien wel 4-5-0 kunnen worden op een gegeven moment. Want ja, wij stonden op een gegeven moment helemaal niet meer goed. Dan zie je ook wel dat de kwaliteit bij Nunspeet voorin, dat er geen pannenkoekenbakken zijn. En ja, goed, we maken 3-1 en uiteindelijk zeg ik van tweede helft verdiend verloren. Maar ja, goed, je koopt er niks voor. En de eerste helft was ik gewoon wel tevreden. En ik had gehoopt dat we dat langer die 0 kunnen houden. En dan weet ik zeker dat wij echt wel een keer een kans maken. En dan zijn wij niet meer te verslaan. Ja, die 2-0 staat geruime tijd op het bord. Dan wordt het 3-0, dan lijkt de wedstrijd gespeeld. Dan had Van der Gift de wedstrijd helemaal in het slot kunnen gooien. Nou, net wat collega Jaap zegt, er waren natuurlijk kansen op 4 en 5-0. En dat gebeurt dan niet. En dan kan hij ook weer aan de andere kant vallen. En dan wordt het ineens weer een wedstrijd. Hè? Blijf voetbal. Dus laten we zeggen, ik denk ook dat we verdiend gewonnen hebben. Eerste helft gelijk op, tweede helft waren we wel beter. Maar aan de bal moeten we gewoon verbeteren. Als we echt ambities hebben, moeten we aan de bal verbeteren.
Ja, 20 punten nu uit 13 wedstrijden. Ja, als je dat gaat doorrekenen, Lucas, dan een beetje in jouw straatje sprekend. 40 punten uit 26 wedstrijden. Ja, ik denk dat we die gaan halen. Maar zou het mooi zijn als we er nog een paar bij zouden kunnen halen. Als we een rekensommetje maken over de eerste helft. Dan natuurlijk, je staat waar je staat. Je wint wedstrijden die je niet verwacht te winnen. Maar we hebben er een paar verloren waarvan we niet verwacht hadden dat we die zouden verliezen. En dat is wel ontzettend jammer. Ja, want je denkt nog wel eens terug aan die wedstrijd van 2 weken geleden hier tegen DOS 37. Ja, daar was je echt ziek van, hè? Nou, kijk. Met als iedereen bij ons een volwassen voetballer zou zijn, en we hebben natuurlijk een heleboel jonge jongens in het veld staan, dan denk ik dat je zulke wedstrijden over de streep trekt op basis van je ervaring en je bagage die je hebt. Nou, dat lukt dan nog niet. Nou, we moeten werken. Alleen zo'n proces duurt gewoon langer dan je graag wil als trainer. Jongens aan de bal, verzorgd voetballen van achteruit. Waren we ook niet heel comfortabel vandaag. Soms wilden we de bal niet hebben van de keeper. Nou, dan zie ik toch iets te veel lange ballen. Maar ja, ik moet ook niet zeuren. We hebben met 3-1 gewonnen. Toch wel een belangrijk potje, ook voor ons. We houden een beetje de aansluiting naar boven. Dus al met al hebben we wel een goed weekend. Dat is natuurlijk waar, Lucas. Maar we vragen ons ook wel eens af, waar is dat nunspeet van die wedstrijd tegen DTS en dat powervoetbal tegen DOS Kampen? Ja, maar kijk, heb je Ajax gezien van de week tegen Cambuur? Dan vraag je ook af, waar is het Ajax van de eerste helft? Voetbal is gewoon soms... zit in kleine dingetjes, net wat je zegt. En... je kan ook superieur zijn en er valt ineens een goal bij jou en dan kun je hem toch nog verliezen. Dat is voetbal. Maar ja, al die kleine dingen, gaat dat hier er nog bovenop helpen, Jaap? Tuurlijk, we hebben nog geloof ik 13 wedstrijden te spelen. Hè? 13, 14, 14 van. Nou, jullie hebben nog een keertje één te goed, hè? Aanstaande dinsdag. Ook dat? Ja, nee, goed. Kijk, bij ons moet het een keer een kwartje goed vallen. Afgelopen zaterdag tegen DTS vond ik dat we echt goed speelden. En we krijgen de eerste beste bal op de goal. Is het doelpunt? Nou, vandaag is het dan ook weer een beetje hetzelfde verhaal. Het moet een keer goed gaan vallen. En dan denk ik dat wij echt wel punten gaan halen. Of wij direct uit de degradatie geraken, dat weet ik niet. Maar goed, promotiedegradatie is ook weer een kans. De jongens werken er hard voor. We doen er alles aan. En ja, we krijgen nog wat jongens terug uit de ziekenboeg de komende weken. Dus wie weet. Het is snel weer dinsdag. Absoluut, ja. Alles gaat gewoon weer door. Merino Zuid. Ja, dan moeten we weer staan. En normaal, we nemen het mee wat we eerst zelf hebben beleefd. En dat pakken we dinsdag, doen we dinsdag 90 minuten. Dankjewel. Lucas, voor Nunspeet wachten er 2 zware weken. SVZW eerst volgende week uit. Ja. En dan de week daarna Barneveld uit. Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Mooie uitdagingen. En het is gewoon zo, als je daar punten kan pakken, dan kun je de subtop mee blijven doen. Dus we gaan kijken wie we volgende week weer fit hebben en hoe we het weer neer gaan zetten. Oké, ik wens je veel succes. Dank je wel. Dat was het vanaf de Wildzang. Waar Nunspeet vanmiddag de thuiswedstrijd speelde tegen de ploeg uit Hierden. Hierden, een derby, echte derby. En die eindigt uiteindelijk in een overwinning voor Nunspeet. Hele belangrijke punten, 3-1. Dankjewel Fred Pieterson vanaf Sportpark De Wildzang. En ook de beide trainers bedankt voor dit interview.